Hallo, ik vraag je om op 21 maart op mij te stemmen. Wil je weten waarom? Dat laat ik je graag zien. Ga je mee? Heeft u wel eens gehoord van VANG? Waar staat dat eigenlijk voor, VANG? Het staat voor van afval naar grondstof. Iedereen wil zo min mogelijk afval produceren en zoveel mogelijk recyclen. Maar ik heb me ongelooflijk sterk gemaakt in de gemeenteraad om te voorkomen dat de gemeente Oegstgeest clustercontainers gaat maken in ons mooie dorp. Volgens het plan van de gemeente Oegstgeest, en dus niet de gemeenteraad wat mij betreft, worden er ongeveer 100 van die clusters gecreëerd. Die worden nog veel groter dan wat we hier achter ons zien. En dan moet u dus met uw grijze zak naar die containers toe lopen om grijs afval in te dumpen. Dan zou je zeggen, ja, wat geeft dat nou? Nou, ik sta pal voor de grijze bak. Ik vind dat mensen afvalstofheffing betalen en dat mensen daarvoor mogen verwachten dat de gemeente het grijze afval komen ophalen. Natuurlijk wil ik mensen zoveel mogelijk stimuleren om afval te scheiden, natuurlijk, maar het moet niet te ruksigloos. En nog veel erger vind ik het dat dus er 100 van die clustercontainers moeten komen en die komen misschien wel bij u voor de deur. Dat is wat Jos Roeven als wethouder namens Hart voor Oegstgeest de afgelopen periode heeft gedaan. Wat mij betreft heeft hij dat niet namens mij gedaan. Sterker nog, ik heb me de afgelopen periode heel erg sterk gemaakt om dat te voorkomen. En ik ben zelfs op een gegeven moment tegen mijn eigen fractie ingegaan, die achteraf eigenlijk alleen maar konden bevestigen dat ik het goed had gezien. Namelijk dat Hart voor Oegstgeest ons eigenlijk aan het lijntje aan het houden was en helemaal niet voornemens was om water bij de wijn te doen. Want dat is waar ze steeds aan vroegen, tijd om water bij de wijn te doen. Dat heeft wethouder Jos Roef ook steeds gevraagd. Nou, dat was mijn doorn in het oog, want iedereen kon op zijn klomp al aanvoelen dat er gewoon 0,0 beweging in was en dat hij gewoon zijn zin wilde doordrukken. Ik vind het ondemocratisch, het is niet in lijn met de afspraken en ik vind het ook niet in het belang van de inwoners van Oegstgeest. Want die containers bij elkaar, dat zijn niet alleen 100 van die clustercontainers, dus het worden enorme bunkers, grote gedeelte onder de grond, misschien wel bij u voor de deur, die gaan bij elkaar ook minstens 1,3 miljoen euro kosten. Vervolgens moeten we er met een pasje naartoe, dat pasje kan stuk raken, dat kan het niet doen, daar kunnen allerlei problemen mee ontstaan, maar dat wordt echt een drama. Waarom moeten we zoveel geld uitgeven aan dat soort dure containers? Waarom kunnen we niet gewoon zeggen, en dat is het plan wat ik namens de VVD heb ingediend. Jongens, je mag de grijze bak iets minder vaak aanbieden. En als je dus heel goed je afval scheidt, dan word je daarvoor beloond. Dat lijkt me veel beter. Dan word je namelijk, die keer dat je de grijze bak niet aanbiedt aan de vuilniswagen, hoef je daar ook niet voor te betalen. Dus krijg je geen korting. Nou, dat lijkt me nou eerlijk. En ik wil graag inwoners belonen voor goed gedrag en niet mensen opzadelen met een enorm hoge rekening. Want uiteindelijk die 1,3 miljoen euro, die wordt gewoon omgeslagen in de kosten. Dus die gaat niet weg van de gemeente. Nee, dat wordt gewoon via de heffingen die u al heeft, wordt het gewoon als opslag meegerekend. Dus wie betaalt uiteindelijk de rekening? U. Ik ben op tegen. Stem op 21 maart Marcus Rollo's, de nummer 17 van de VVD. En dan ga ik alles eraan doen om dat te voorkomen. Sterker nog, terug te draaien.